Dat er de komende dagen heel wat te doen staat en te gebeuren staat in Tiel, mag duidelijk zijn. Inmiddels is de Waalstraat afgesloten voor het verkeer en dit in verband met het naderende Appelpop. Daarnaast is men aan de Stadsgracht begonnen met het leggen van mozaïeken. De komende weken verwacht men op het Fruitcorso en Appelpop gezamenlijk zo'n 200.000 tot 250.000 bezoekers. Daarmee zijn Appelpop en Fruitcorso de twee grootste evenementen van de regio. Houdt u dus rekening met grote drukte.